Schiet mij maar af en maak biefstuk van me. Oh nee, dit meen je niet. Het is namelijk een onkruidbieder die brandt. Dove il prossimo... Che, Knoller. Gang, fijn dat je kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Milan Knol. En vandaag ben ik met Knoller Gang Don. Ja, waar blijft de Knoller merch? Ja, die ben ik mee bezig, man. Ja, ik zag hem al. Ja, ik heb het heel druk, hè. Je hebt het heel druk. Ja. Maar je ziet wel, je zit op een plek waar ik seks heb gehad. Ja, ouwe. Je zit er nog zitten. Je moet gewoon geen seks op de bank hebben als kijk. Er ook nog... Kijk. Ja, Jezus, waarom laat jij ook gewoon een bruine vlek achter? Ja, maar dat was een probeersel. Het kwam eruit. Hey, er is niks mis met experimenteren. Nee, hè? Nee. Nee, dat is een geintje. Dat is gewoon chocola. Vandaag in geven en nemen zijn we weer terug met het oude format, want Don is er weer! Hey. Dat is leuk, want... Ik miste het wel om gewoon kutcadeautjes te krijgen. Ja, ik miste jou ook, man. Nee, dat zei ik niet. Oh. Goed. Oké. Nou, geven en nemen is een show waarin we elkaar dingen geven en we moeten het aannemen en dan moeten we het vervolgens uitvoeren. Je bent geen gast, dus ik heb geen gastcadeau. Normaal heb ik dat. Oh. Maar aangezien je weer terug bent, mag jij bepalen wie er gaat beginnen. Oh, ik wil wel beginnen. Oké. Okay. Ja, sure. Ja. Trek zo mijn vinger. Oh, ik heb wat gevonden. Wat is het? Even luchten. Want? Er is geen reden. Poepierenlui? Nee. Van chocola. Huh? Goed, Milan. Ja, vertel eens. Hoe lang doe jij al aan YouTube? Iets meer dan 8 jaar. Iets meer dan 8 jaar. Je bent niet daarvoor begonnen of is dat gewoon... Dit is Milan, dat was 8 jaar geleden? Ja, dit is Milan, was 8 jaar geleden. Nou, goed. Wat is je... Waarom wil je... Ik ben aan het opbouwen. Oh! Want ik vind het merkwaardig... hoe jij na 8 jaar nog steeds... niet goed... kan. Filmpjes kan maken. Vind je dat? Dus daar heb ik iets voor. Er zijn heel veel mensen oneens nu, hè? Die worden heel boos op ja, je. Ja, nee, maar dat maakt niet uit. Oké. Okay. Kijk, alsjeblieft... YouTube-filmpjes maken voor dummies. Voor kids. Ja, want wij zijn toch kindvriendelijk. Ja, nice. Word een ster op YouTube. Tips voor het bewerken van je filmpje. Maar ik bewerk niet meer. Ja, kijk, zie je, daar gaat het al fout. Ja, dat... Jordi? Nee, let op. Dit zijn belangrijke tips. Al heb jij een tip, dan moet je dat nu aan hem geven. Dan kan hij dat gelijk toepassen. Oké, Jordi, ik ga nu een tip aan jou geven voor het bewerken van dit filmpje. Jullie weten dat Jordi de editor is, hè? Oké, hier. Project 3. Met monteren maak je je film echt helemaal af. In dit project leg ik al deze functies uit. Ik gebruik daarvoor de programma's iMovie en Movie Maker. Hey, het is een begin. Hey, je moet echt beginnen. Oh, jij staat er ook in. Ja, dat is een flauw grapje. Ah, Jordi ook. Nou, oké, we kunnen weer verder. Project 4. Delen. Kijk, heel belangrijk. Dit is heel belangrijk. Je video delen. Als je wilt dat veel mensen naar je film kijken, is het belangrijk dat je een goede titel kiest. Denk na over wat werkt. De leukste video van de wereld. Wat werkt? Leer dansen als Michael Jackson. Oké. Okay. De titel moet slaan op wat er in je film gebeurt, maar moet ook opvallen. Tegenwoordig niet meer. Klopt. De kijkers weten wel beter. Ja. Hey, ik denk dat je dit... Ben je de wijzer door geworden? Ja. Kijk, dat is mooi. Maar ik denk als je de helft van het boek leest, dat je dan meer leert. Zo, jij bent wel heel dus sterk. Als we gewoon, als jij deze helft dan mee naar huis neemt, okay. Neem ik deze helft mee naar huis. Ja, maar ik heb hier project 3 monteren en dan houdt het opeens op. Ja, dan ga ik wel thuis verder. Oké. Okay. Dan help ik je wel. Ja, is goed. Dan stuur ik het naar jou toe en dan kun jij de rest. Dan doe ik de rest, ja. Dan okay. Doe ik het delen en monteren. Nou, okay. Leuk. Kijk, je hebt nu dit boekje wel heel leuk door midden gescheurd. Nee, het is gewoon dat ik hem 2 keer wil lezen. Ja, oké, je wilt hem 2 keer lezen. Ik zou dat heel knap vinden. Ja. Als je dat bij de volgende kan doen. Die is toch even een tikkie dikker. Wat is dit dan? De leukste en eenvoudige manier om Italiaans te leren. Italiaans voor dummies. Want jouw vriendin, Brigitte, is Italiaans. Zie. Ik weet niet hoe goed jouw Bappe de Boepie is, maar ik denk dat je daar een goed begin mee hebt. Nou, mijn Bappe de Boepie wordt al steeds beter. Zeg eens, hallo, mijn naam is Milan. Of ik heet Milan, iets in die geest. Mi chiamo Milan.
Ja, maar je moet ook hallo nog zeggen. Oh, ciao. Buongiorno. Nee, ciao. Ciao is hallo. Ja, ciao is wel een hallo. Ciao, mi chiamo Mila. Nou, dat klinkt best lekker. En ik kan zeggen van, geef mij maar een tafel voor twee alstublieft. Toevallig, als we in het restaurant zijn met z'n tweeën. Ja, ja. Zeg ik gewoon, un tavolo per due, per favore. Wil jij deze kopen? Hij staat op dagelijksereis.nl. Oh, 10 dingen die je nooit moet zeggen. Dit kan nog leuk zijn. Ciao. Dat staat er op boven. Nee. Ciao. Oh, waarom? Omdat het stereotyperend is of zo. Oh, dit is gewoon zeg maar, het wordt gebruikt als informele term. Mag ik nu ook wat? Ik heb voor jou heb ik een heel leuk thema bedacht. Oké. Okay. Elke... Ik wilde iets tekenen. Elke row. Ik wilde iets tekenfilms. Dankjewel dat je ook half mijn kant op niest. Elke cadeau gaat om hetzelfde. Ja? Oh, en dan moet ik het bij of het bedenken wat het aan elkaar... Heel moeilijk. Ja. Ik heb het ingepakt voor je. Oh, wauw. Met doorzichtig inpakpapier. Oké, dit is een... Benedict Lernspielwaren. Jij doet met Jeremy wel eens dat uit zo'n struik. Ja, ja, ja. Hallo mensen. Ja. Nou, dus ik dacht, dit is wel leuk. Een beetje kietelen. Kietel niet. Ja, vind je hem leuk? Hij is geinig, ja, ja, ja. Oh, muur! Weet je wel wat het is eigenlijk? Het is een koe. Oké. Okay. Nou, maar dat is niet alles. Er hoort nog iets bij. Ja, er hoort nog iets bij. Om zeg maar jou helemaal in de sfeer te brengen van dit. Oh... een masker? Het is, wat is het? Ik denk een masker. Ja, correct. Tenminste, oké, dan moet ik hem... Maar niet zomaar een masker. Een koeienmasker. Hé. Hey. Leuk. Ja, leuk. Vind je het leuk? Ik geniet. Nou, dat is een leuk cadeau. Nou, dat was het. En het thema was dus koe. Mag ik even wat zeggen? Oké, jij mag wel wat dit zeggen. Dit zijn wel weer herinneringen, zeg maar. Van dingen dat ik jou achterlijk mag kleden en dat jij gewoon... Het moet accepteren. Ja, dat is wel weer fantastisch. Dat jij dus een kop trekt van, schiet mij maar af. Ja. Schiet mij maar af en maak biefstuk van me. Zal ik jou dan verblijden met jouw tweede cadeau? Het is te merken, nou, als de cameraman even doorschuift... Je hebt een tuin. Ja? Die tuin moet ook worden onderhouden. Nee. Nee? Nee, dat doe ik echt helemaal niet gewoon. Oké. Okay. Auw! Nee. Moe. Hey, als jij gaat tuinieren of genieten van de zon, dan moet jij natuurlijk wel beschermd zijn. Nou ja zeg. Is dit wat ik denk dat het is? Het is een heel fijn hoedje. Is dit, is dit zo'n... Zo'n vissershoedje. Ja, zo'n vis... Zo'n jagershoedje. Ja. Die hebben gangsters toch ook? Dan doen ze altijd zo... Ja, jij bent toch ook best wel gangster? Ja, nou ja. Knolle gangster. Nou, valt op zich wel mee. Oh. Maar lief dat je dat zegt. Maar het was opbouwen naar de tuin toe. Want die tuin die moet natuurlijk worden onderhouden. Oh, wacht. Ik weet het. Ik weet het. Ik weet het. Ik heb er zin in. Want je hebt een snoeier gehaald. Nou, ik ben echt zo benieuwd. Ja, jij zult het nooit raden. Want ik wist ook geen eens dat die dingen bestonden. Oh. Oh nee, dit meen je niet. Het is namelijk een onkruidbieder die brandt. Ik zat echt naar jullie te kijken en ik denk, oh. Het is een onkruidbieder die brandt. Ja. Ja, die heb ik. Kut. Ja. Nou, en ik kan je... Heb je die zelf gekocht? Ja, heb die Godverdomme. Zelf... Ja. Ja. Oh, jij hebt er eentje met bekabel. Ik weet niet of die ene die ik... Ja, je legt hem wel bij mij neer, maar ik gaf hem aan jou. Ja, dat weet ik wel, maar... Leuk, hè? Ja, het is heel erg winderig. Nou, ik zie daar een klein beetje onkruid. Nee, hier kan je het best doen. Dan ben je uit de wind. Oh, hier is ook onkruid. Hey, ik zou zeggen, brand maar los. Goeie grap. Er is zoveel onkruid, ik krijg de trek van. Wat doe je nou? Onkruid weghalen. Ja, maar dan moet je toch branden? Hoezo? Hey, dit is toch een onkruidverwijderaar?
Ja, maar je doet het met je hand. Ja? Oké, okay, hier is hij nog groen, hè? Hij is nu nog groen. Deze is nu nog groen. Kijk nou, joh. Dit is echt mooi. Dit zijn wilde avonturen van Milan Vonk. En hier ligt een gaspietje. En zometeen is hij weg. Let op. Hoe was jouw dag? Nou, wel lekker. Ja. Oh my god! Niet het normaal. Werkt echt! Ja, maar het is gewoon verbrand. Ja. Ja, nu is hij zwart. Ik snap het nut niet, want zijn net echt. Je hebt 2 minuten heb je het erop, dan wordt hij zwart en dan moet je naar de volgende. Ja. Terwijl als je een dingetje pakt en je doet er even tussen, is hij meteen weg. Ja, het idee was leuk. Nou, dat was een heel avontuur. Ja, dat was heel leuk. Waarom heb ik mijn ballen vast? Dat was een koe in mijn lul. Koeienlul. Even kijken, ik had iets nog in het thema. Koeien? Of gaan we een hele boerderij creëren? Kijk, heel kut dit. Ik heb nog een... Er was ook een plaatje, even kijken hoor. Ik weet niet meer precies wat voor pak het was. Hoe noem je dat? Van die dingen die springen? Kangaroo. Ja, dit is een kangaroo. Kijk, kangaroo met uiers. Wauw, en vlekken. Ik ben er nog iets voor. Hey. En toen dacht ik van, als je dan deze zeg maar erbij doet, dan is het compleet. En dan, ook met deze hand. Oké, okay, dus zijn jullie er klaar voor? Ik ben er klaar voor, Don. Ja, dit is het. Woe, fantastisch. Oh, dit ziet er goed uit. Ik wil dat je zo'n Fortnite aflevering doet op je kanaal. Oké. Okay. Ja, wil je dat doen? Yo. Leuk man. Pas op, je gaat op je staart zitten, joh. Dit is het. Dit is het, Don. En dan... Elke keer als je dat geluidje doet, moet je dit doen. Goed zo. Ja, ik vind het weer fantastisch. Ik had gehoopt dat je er zo uit zou zien. Maar het resultaat is veel beter. Jij bent toch nog een jonkie. Ja, hoezo? Zuig aan mijn ijs. Ja, heel fijn dit. Koeienprint. Ja. Hier hoort natuurlijk iets bij. Nee. Nou. Ik dacht dat dit het maar was. Ik zei toch van over Australië, hè? Met dat kangaroes. Kangaroes? Ja. Nou, eigenlijk ben je een kangaroe. Die kangaroe waar ik het over had, is eigenlijk een kangakoe inderdaad. Oh, hemel. Kijk. Wat is het? Een stuiterende koe? Het is een skippybal in de vorm van een koe. Oh mijn god. Dus ben je een kangakoe? Ja! Be free, my brother, be free. Dus ik had deze ook meteen gehaald. Ja, dat is wel zo handig. Ik heb de verkeerde. Je hebt een verkeerd pompie. Ik heb een verkeerd pompie. Oh. Oh, is dat vervelend voor de mic, voor de editor? Ik zit me te bedenken, hè? Ja. Ik heb nog de heliumfles. Kan dat hierin? Doe dit thuis niet na. Verdomme. Nou. Heel kut. Hij doet het niet. Nee. 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 Ik vind het heel vervelend dat deze koe nou niet omhoog gaat. Dat vind ik echt heel kut. Ja. Ja, dat is niet de bedoeling. Het is niet zoals het hoort. Nee. Mag ik nu weer normaal praten? Dankjewel. Ja, maar. Nou, alsjeblieft. Nou, wauw. Dankjewel. Moe. Moe, ik ben een koe. Moe. Moe, ik ben een koe. Nou, volgens mij zit er toch echt nog steeds helium in de koe. Zal ik even jou aanmoedigen in het Italiaans? Ja. Yeah. Italiaans voor onderweg. Dus je bent nu onderweg. Even kijken. Waar is de dichtstbijzijnde geldautomaat? Dove... Il prossimo bancomat. Kun je even antwoorden? Si. Dit is echt een workout van stap. Wil je nou nog een video zien? Kijk dan hierboven. En hier beneden voor de hele afspeellijst. Ik hoop dat je me kunt horen, want het is heel veel wind. Druk op mij om op mij te abonneren. Jezus, ook dat nog. Nou, doe maar dan.
Moe. 1, 2, 3, hop!